bomen die we hier gaan planten, dat zijn honingbomen. Zowel de Sophora japonica. Een boom die in China van oog komt. En dat is een boom die kan wel 100 jaar oud worden. Het is een boom die doet op bijna alle grondsoorten. Vooral droge grond kan hij goed. Hij begint te bloeien ongeveer in de maand augustus. Het is een boom die hoort tot de vlinderachtige gewassen. En de bloemen die erop komen, die zijn zeer aantrekkelijk voor de bijen. Die daar honing van kunnen maken. En naderhand die bloemen die gaan dus peulen vormen. En voor de rest is niks bijzonders met die boom. Hij is ook niet zo gevoelig voor ziektes en alles. Dus het is, wat dat betreft is het een heel makkelijke boom. Dus, ik denk, en dan moeten we afwachten hoe ze groeien dan. Hè. Ja. Vind je het leuk om wat te vertellen? Wat te vertellen voor BuurTV? Nee, ik hoef niet. Jij hoeft niet? Jij? Nee. Wie weet er iets over de bomen te vertellen? Nee. Nog niet. Niemand? Wat komen jullie hier doen dan? Gewoon kijken. Oh, gewoon een beetje kijken. Oké, dan kijk ik even met jullie mee, hè. Wel. Oh. Bomen zijn goed voor je en als we ze niet hadden, dan leefden we niet, want bomen geven je lucht en als je uitademt, dan komt het weer in de boom en als je inademt, komt het weer in jezelf. Wauw, hoe weet je dat allemaal? Gewoon. Wat? Wist je dat al lang? Ja. Maar waarom vertel je dat dan niet dan? Ik heb het al heel lang. We kijken ook op school van die dingen. Oh, ja? En wat was het laatste, wat vertelden ze dan? Van hetzelfde tijd. Ah ja, dat bomen goed zijn voor je. Ja. Ah ja. En anders krijg je ook geen blaadjes. En wat doen we met de blaadjes? Dat kan je ook tekenen. En als we die niet hadden, dan kan je niet tekenen. Tekenen ook nog. Oh, ja. Ah! Maar van bomen kun je ook nog papier maken, blaadjes natuurlijk. Zo, jullie zijn echt slim. Nou weet iedereen in de buurt tenminste weer hoe het zit. Dankjewel, hè. We zijn de gelukkige bezitters geworden van 7 honingbomen. En 1 van deze bomen willen we heel graag een naamplaatje aan verbinden. Aan onze oude conciërge Milke. Die heeft altijd als een vader voor ons gezorgd. En mevrouw Els is hier en die gaat zo meteen het bordje bij de boom houden. Zullen we naar mevrouw Els toe gaan? Samen? Ja. Kom op. Ja, dit is mevrouw Els. Dit is mevrouw Els. Dat is de vrouw van vader Milke. Dus dit is moeder. Uh-huh. Moeder Els. En zij gaat zo meteen toekijken hoe het bordje aan de boom even vastgehouden wordt. Het mag er nog niet aan gespijkerd worden, maar hij komt vast op zijn goede plek terecht. En wat vindt u ervan, mevrouw Els? Ja, ik vind het een leuk dingetje. Ja? Ja, hij zou een goede kleurtje gevonden hebben. Ja. Ja. Dat is wel eeuwig, hè, Kees? Ja, dat is zo. Ah. Want die bomen worden 100 jaar, heb ik begrepen. Ja, ja, dus, ja. Die overleeft ons. Ja, ja. Ja. Dus Milke wordt een begrip. Milke, een boom, dat wordt een begrip. Ja. Ja, dat wordt, de stad is ons Milke. Ah, kijk. Kijk eens. Dat is Milke, ja, mooi. Ja. Fantastisch. Oké. Okay. Vindt u ook? U bent de dochter of de... Nee, ik ben... dat is de dochter. Ja, de dochter. En wat vindt u dat uw vader... Wel een mooi gebaar. Ja? Ja. Daar staat de zoon. Daar is de zoon. En? Wat vindt u ervan? Ik vind het een mooi gebaar. Wel. Ja? Ja. Dames en heren, ik zal het even op zijn bespreeks doen. Zo hebben wij Meverberg, die jij meer dan 20 jaar met hart en ziel voor het treffen van de wereld. Meer zien we helaas niet. We hebben een aandeking gehad in het treffen van wat helaas verloren is gegaan. En onze voorzitter en ik voorzien op een zee gekomen om de eerste boom mee in het park naar Meverberg te nemen. Ik wilde nog vragen aan onze vrouw, wat Elske en de kinderen. Even wij hadden gewoon met de boom planten en een chupje direct op de goede Jan pakte die wat een chupje om hoe we dan wat samen. Dit wordt ons Milke. Alleen is de boom te jong voor het nu te handen hangen, dus dat doen we op een later tijdstip.
Maar dit is dus de officiële Milverbergboom. En dan wil ik toch vragen een applaus voor Milverbergboom. Ja, we zetten hem in de draai. Jongens, goede man, paard onderhoud.